die beer die opent een lazarette. Dat is eigenlijk het begin van de voorstelling. De beer opent een wasserette. En voor mij zoiets triviaals als een wasserette of een wasmachine, om dat om te toveren in iets magisch. En dat het magische weer ontspoort. Deze voorstelling gaat voor mij heel erg over verbeelding. Ik ben gewoon een voorvechtster van de verbeelding. Ik nodig de mensen uit om te komen kijken. En ze zullen zien dat zij ook uitgenodigd worden om hun verbeelding te laten werken. In het eerste deel is zo opgepakt met beelden dat je als publiek de vrijheid hebt om te kiezen. Er zijn zoveel weggeven, zoveel beelden weg. En voor mij is dat het mooie en het troostende van kunst, dat we ons iets kunnen verbeelden, dat we een andere wereld kunnen maken. Absoluut een heel optimistische voorstelling maken. Het is een soort optimisme wat ook bijna naar een soort waanzin toe kan drijven. Als je bedenkt hoe mensen in hun leven steeds weer terug opkrabbelen. Die positieve energie van het vallen en opstaan, ja, dat is eigenlijk wat ik wil tonen. Het is zelden dat ik dansers zie lachen en hier gebeurt dat wel. Is dat echt opzettelijk? Ja, ik vind lachen geeft een intellect. Hè. Het gaat weg van het abstracte, het gaat weg. Ik vind dat het komt dichterbij. Als iemand lacht, dan kijk je. Dan kijk je naar iemand zijn hart, naar zijn ziel. En ja, daarom vind ik dat belangrijk. We proberen het goed te doen. We proberen contact te hebben met elkaar. We proberen het geluk te vinden. En het falen daarin, dat maakt het voor mij ook heel grappig. Humor bestaat eigenlijk niet zonder het menselijke falen. En ja, het is volgens mij een grappige, maar ook positieve voorstelling.